zien terecht te komen. Oh, oké. Helemaal niet gelukkig als ik de bom in kwam. Oké, Sheila, tell me. Je hebt je Tesla in de prak gereden. Wat is er gebeurd? Het zat in een kopstaart, maar gelukkig was ik de kop. Dus er zijn mensen op mij gereden. Ik reed Jij ging gewoon onbenullig hard op je remmen staan. Nee, ik remde gewoon normaal. Je reed eerst even van 0 naar 200 en toen weer stoppen. En toen reed iedereen achter je. Nee, het was gewoon een file. En de man achter mij, die vond mijn auto zo mooi. En bof, zat erin. Oh my god, je hele nieuwe mooie rode Tesla. Het is verschrikkelijk. Hoeveel kilometers mee gereden? 3000. 3000. Ik 25.000, ja. Wanneer kan je hem weer terug? Over 3 weken. Oh my god. Maar ze zorgen goed voor me bij Tesla. En ik heb elke week een telefoontje voor me. En wat heb je als vervangende auto gekregen? Oh, dat durf ik niet te zeggen. Wat is dat? Een benzineauto. Heel erg. Oké, heel vreselijk. Het ergste van alles dat ik nu benzine rijd. Sheila, de eerste grote crash in Nederland. Maar hij ziet er super uit. Ja. Het valt nog mee.